Welkom bij de lege flessenactie, de fles voor een lach. Mijn naam is Rinaldo Zwart en dit is Marleen Riga. En misschien herkent u ons, en als dat zo is, herkent u ons waarschijnlijk nog van het Sportfest 2012, wat er door ons is georganiseerd in samenwerking met Stichting Binding. En daarnaast kent u Marleen Riga misschien als oud-bewoonster van de gemeentewijk Verduurstede en als cashier van de Jumbo. Nou, wij zijn twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam en doen een opleiding sportmanagement en ondernemen. En naast de reguliere lessen die op school worden gegeven, zijn wij twee van de 20 studenten die een sportontwikkelingsproject opzetten in Kenia. Nou, met deze video zal ongeveer 5 minuten duren. We willen hiermee uitleggen wat de lege flessenactie voor ons betekent voor het sportontwikkelingsproject in Kenia. Om het wat persoonlijker te maken, hebben we geprobeerd om naar een directeurenoverleg in januari toe te gaan. Helaas vond de gemeente Wijk en Duurstede dit niet goed. Wat we hebben gemerkt is dat december te vroeg was om te beginnen met de lege flessenactie. Wat eigenlijk ook heel logisch is. Ook vonden scholen het veel werk om hier aan mee te doen. Wat we met deze video willen uitleggen is wat we daar willen gaan doen, waarom we dit willen gaan doen en hoe we jullie werk uit handen willen gaan nemen. Nou, voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik u graag meenemen naar de historie van dit project. En dit is ook iets wat we heel graag willen uitleggen aan de kinderen, om hen toch dat stukje ontwikkeling mee te geven. Ooit is er dus een student van de Hogeschool van Amsterdam naar Eldoret gegaan in Kenia. Daar heeft deze student gezien hoeveel spanningen er waren tussen de verschillende stammen. Nou, met in het achterhoofd houden dat de filosofie van de opleiding is dat sport voor verbroedering kan zorgen, sport als middel, heeft deze student een voetbalcompetitie opgezet tussen de verschillende stammen in Eldoret. Nou, om te zorgen voor de verbroedering, heeft deze student gezegd, beste meneer Stamhoofd, als u mee wilt doen, dan moeten tenminste 4 spelers uit een andere stam meedoen in uw team. En beste meneer Stamhoofd, als u mee wilt doen aan deze competitie, zal bij aanvang van iedere wedstrijd iedereen elkaar een hand moeten geven. Nou, u kunt zich voorstellen wat dat deed met de samenwerking tussen de verschillende stammen en hoezo de verbroedering is ontstaan. En wat gaan wij precies doen? Op dit moment zijn er in Kenia verschillende organisaties, verschillende ontwikkelingsorganisaties. Nou, wij gaan samenwerken met E-Step. E-Step is op dit moment bezig aan de bouw van een gebouw. Dit gebouw moet een centrum worden voor verschillende ontwikkelingsorganisaties in Eldoret. Het doel daarvan is om de effectiviteit en de efficiëntie tussen de verschillende organisaties te vergroten, zodat ze uiteindelijk een grotere doelgroep kunnen bereiken. Nou, en daarbij, wat er eigenlijk 2 weken geleden is gebeurd, is dat er verschillende organisaties te horen hebben gekregen dat ze het gebouw uit moeten gaan. En dan krijg je 3 dagen de tijd en dan moet je het kantoorpand verlaten, want het is gewoon een andere manier die meer geld heeft. Daarom is het des te belangrijker om dat gebouw af te krijgen, zodat iedereen daar kan gaan werken. En dat ze niet meer hoeven na te denken waar ze eigenlijk een kantoortje moeten gaan bouwen, waar ze kunnen gaan werken. Ja, naast dat we dat gebouw gaan bouwen, verzorgen we ook verschillende sportactiviteiten in Eldoret om de verbroedering nog sterker te gaan vergroten. Nou, naast dat we dan ook nog eens een sportactiviteit gaan organiseren, moet er natuurlijk ook een stuk grond komen. Want ja, je kan wel leuk sporten, maar waar gaan we eigenlijk sporten? Want in Kenia is dat ook best lastig. Dus we gaan ook met het geld dat we verzamelen, kopen wij een stuk grond. Met deze lege flessenactie willen we geld inzamelen om naar Kenia toe te gaan. Voor onze reis moeten wij €1500 per persoon ophalen. We kunnen dit zelf niet betalen en als we niet de reis kunnen betalen, kunnen we niet deelnemen aan het project. Daarom willen we €3000 ophalen voor ons samen voor de reis. We willen extra geld wat nog op worden gehaald besteden aan verschillende activiteiten binnen het project. De actie is voor alle basisscholen in de gemeente Wijk en Duurstede. Ter motivering van de leerlingen zijn we bezig om voor de groep die de meeste flessen op kan halen met de hele groep een foto in de krant te regelen. Hier zijn we bezig met de Wijkse Courant, het Groentje en dit is wijk.nl. Verder willen we een tussenprognose houden, halverwege de actie. Nou, om jullie werk uit handen te houden, willen we vragen of jullie deze video door willen sturen aan de leerkrachten. Als er vragen zijn, kunnen ze deze aan ons stellen via de contactgegevens die in de mail vermeld staan. Verder willen we een video maken voor de kinderen, waarin zal staan wat we gaan doen en
we dit gaan doen. En verder ook een stukje ontwikkeling over Kenia willen we ze meebrengen. Mocht de school het willen, zullen wij ook een brief opstellen voor de ouders. Wat heeft ook onze voorkeur? Hoe gaat dat eigenlijk precies in zijn werking? Hoe werkt nou de lege flessenactie? Nou, we beginnen op 4 maart en we eindigen op donderdag 27 maart. Nou, waarom niet de vrijdag? Die vrijdag daarna is het Goede Vrijdag. En dan gaan we er eigenlijk een beetje vanuit dat jullie vrij hebben of dat er andere dingen worden geregeld. Nou, de flessen worden dus verzameld per groep. Kinderen halen de flessen op mijn ouders, mijn buurtgenoten, de plaatselijke voetbalvereniging, familie, vrienden. Desnoods gaan ze met een winkelwagen de hele straat door. Uiteindelijk nemen ze die flessen dus mee naar de klas. In de klas worden de flessen verzameld. Het zou mooi wezen als er een plek is waar alle flessen worden verzameld, dat de kinderen die berg alleen maar groter en groter zien worden. Maar op een gegeven moment stuit het tegen problemen aan dat de berg natuurlijk te groot wordt. Nou, dan zijn er twee opties wat we eigenlijk kunnen doen. Zo'n beetje halverwege is er een optie dat wij de flessen gaan ophalen. Dus met de auto gaan we alle scholen langs en dan zullen we alle flessen inleveren. En vanuit onze administratie gaan we bijhouden wie hoeveel flessen heeft verzameld. En daarnaast is er een optie dat de juffrouw met een aantal leerlingen naar de plaatselijke supermarkt gaat en daar de flessen gaat ophalen. En daar de flessen gaat inleveren. En dat heeft, het heeft ook wel een beetje onze voorkeur. Want je kunt je voorstellen hoeveel tijd het voor ons zou kosten om naar Amsterdam toe te gaan. Nou, dat hebben we er natuurlijk wel voor over. Maar het is wellicht ook interessant om met die kinderen naar de supermarkt toe te gaan. En te zien hoe die flessen uiteindelijk worden omgezet naar geld. En wat voor bedrag ze dan hebben verzameld. Nou, dit is een beetje hoe wij het voor ons zien. We hopen dat u daarmee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u ons gewoon bellen, kunt u gewoon even mailen. Dat is absoluut geen probleem. En we hopen dat het gewoon een prettige, super samenwerking wordt. Dank u wel. Dit is Rinelle Zwart. En Marleen Riga. Vanuit Wijk bij de Duursteden. Een fles voor een lach.